Hoi, leuk dat je luistert naar de Bewustzijn-podcast van Patrick van den Broek. In deze podcast maak ik maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar en heb ik interviews met inspirerende personen. En worden er handvatten gegeven die je zou kunnen toepassen en die wellicht voor je zouden kunnen werken? Zo Jos, leuk dat we zo bij elkaar zijn om deze podcast op te nemen. Ja, absoluut. Ik vroeg het aan jou en toen zei je eigenlijk gelijk ja. Dat vond ik heel leuk om te horen. Ja. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, is eigenlijk wie jij bent en wat je doet. Dan hebben we ook nog een aantal vragen die we zo dadelijk kunnen gaan behandelen. Die heb je al van tevoren eventjes kunnen bekijken. Ja. Dus wil je daarmee beginnen? Wie ben je? Wat doe je? Ja, natuurlijk wil ik daarmee beginnen. Jos van Bokstel, mijn naam. Wij zitten hier in mijn praktijkruimte. Mijn praktijk voor hypnotherapie. Dit doe ik al 20 jaar. Ben ik hypnotherapeut en trainer in NLP en hypnotherapie. Ja. En dat is heel kort samengevat. Ja, wie ik heel ben. Kort. Het is... Als ik mezelf afvraag wie ben ik eigenlijk, dan raakt dat ook meteen aan mijn roeping van waarvoor ben ik hier. Ja, precies. En dat is ook om mensen te helpen in hun heling en ontwikkeling. Ja. Dus dat is een groot deel van wie ik ben. Ja. En dat is wat jij ervaren hebt in je leven als zijnde dat het iets is wat jou is opgevallen, wat je om je heen zag. Hoe is dat voor jou gaan leven? Hoe kwam je zo tot het feit dat je zei van dat is mijn roeping om te gaan helen? Om te gaan... Ja, dat is ontstaan toen ik een jaar of 25 was, rond die tijd. Toen zat ik zelf behoorlijk in een crisis. Oké. En toen ben ik ontzettend geholpen na een zoektocht langs allerlei methodes en van regulier tot spiritueel en alles wat ertussen zat. Ben ik uiteindelijk heel erg geholpen door een hypnotherapeut. En toen ging het niet alleen een stuk beter, maar toen is ook het zaadje geplant van... oh ja, dit kan ik ook en ik wil dit ook. Ja, precies. En dat heeft nog wel een aantal jaren geduurd voordat ik zover was. Okay. Ik was ook nog te jong toen, had ik het gevoel. Ja. En ik zat in de verkeerde studie. Dus toen was dat nog niet zover, maar later is dat steeds meer gaan stromen. En is het op een bepaald moment heb ik de sprong gewaagd. Ja. En dat is nu een succes, hè? Want je geeft regelmatig trainingen. Je hebt dan inderdaad, wat je zei, je eigen praktijk. Ik heb het zelf ook mogen ervaren wat dat inhoudt en wat dat met je doet. Hè? Wat soms verbazingwekkende resultaten kan... voor jou niet verbazend. Nee, voor mij niet meer verbazingwekkend. Niet meer verbazend, nee. Maar wel voor degene die het ondergaan. Ja, heel vaak wel. Kan het echt een hele grote life-changing... Het is echt heel vaak verrassend voor mensen. Zelfs verbazingwekkend wat er... kan gebeuren als mensen een hypnotische ervaring ondergaan. Ja. En erachter komen wat ze onbewust allemaal in zich hebben. Ja, precies. Want als je het zou mogen omschrijven, wat is hypnose voor jou? Wat doet dat? Wat is het? Ja. Hypnose is voor mij een manier om in contact te komen met je eigen onbewuste. Ja. Het is dan ook heel iets, hypnotherapie is heel iets anders dan hypnose wat je op het toneel ziet. Ja. Daar hebben mensen natuurlijk altijd wel een bepaalde gedachte over, want die denken dat wil ik niet zo. Ja, dat wil ik. Wil niet in de macht komen van iemand, precies. Ik wil niet de controle verliezen. Ja. Ik wil geen gekke dingen gaan doen. En dat is natuurlijk het beeld dat mensen hebben van toneelhypnose, dat je in de macht van de hypnotiseur komt. Ja. Die geeft jou bepaalde instructies en die kun je alleen maar opvolgen. Ja. En hypnotherapie is eigenlijk bijna het omgekeerde daarvan, dat je door het contact met de hypnotherapeut in contact komt met je eigen onbewuste geest. Ja. En de kracht daarvan gaat ervaren. Die je misschien daarvoor nooit zo hebt ervaren, zeg maar. Nee, precies. Die je niet kende of nooit ervaren hebt, of waar je misschien niet eens in geloofde. Ja. Veel van mijn cliënten die geloven niet in eerste instantie dat ze de oplossing in zich hebben. Nee. En ik geloof dat altijd. Dat is jouw uitgangspunt. Ja, dat is mijn uitgangspunt gewoon. Ja. En dat is de basis waarop ik werk. Ja. En mijn taak is om mensen daarbij te helpen om daarmee in contact te komen en het wel te gaan geloven. Ja. Nou doe jij niet zomaar
alleen maar hypnotherapie. Hè? Dat is, er is ook nog een speciaal aspect aan de hypnotherapie die jij gebruikt. Want jij doet Ericksoniaanse hypnotherapie. Ja, precies. Ja, Ericksoniaanse, afgeleid van Milton Erickson. Hij wordt ook wel als de oervader van de moderne hypnotherapie gezien. Ja. En dat houdt in dat ik heel veel werk met indirecte hypnotische communicatie. Ja. Indirecte suggesties. En dat betekent ook vaak conversationele hypnose. Ja. Waardoor mensen in trance raken, gewoon door met elkaar te praten. Ja. En soms merken ze dat, soms ook niet zozeer. Nee. En het is de kracht van indirecte suggestie. Ja. Want dat zouden mensen natuurlijk ook nog zoiets van kunnen hebben van trance. Dat, ja. Dan heb ik geen controle meer. Dan weet ik niet meer wat er gebeurt. En, ja. Ja, ja, ja. En hoe is jouw ervaring daarmee? Hoe zie jij trance eigenlijk? Nou ja, trance is iets, het gebeurt gewoon elke dag in het dagelijks leven in meer of mindere mate. Zodra je ergens op gefocust bent of je gaat ergens in op. Of je verliest even de buitenwereld uit het oog. Dan ben je al in een zekere trance. Ja. En de kracht van de Ericksoniaanse hypnotherapie is dat je dat soort trances, waar mensen eigenlijk vanzelf in raken, gaat gebruiken. Utiliseren noem je dat in dit vakgebied. Om een hypnotische trance op te wekken. Ja. Dus je gebruikt mensen hun eigen vermogen om in trance te gaan. Ja. Om hypnotische, diepere trance teweeg te brengen. Ja. En dat is heel anders dan dat je een standaard ritueel gebruikt. Zoals fixatie of levitatie. Of, of standaard scripts. Standaard scripts gebruikt. Omdat je mensen hun eigen mechanisme, hun eigen natuurlijke manier om in trance te gaan gebruikt voor probleemoplossing. Ja. En dat is een belangrijk verschil met andere, met meer de klassieke hypnose, waarin je een ritueel gebruikt en scripts. Ja. Waarvoor elke klacht of elk symptoom een bepaald script is. Ja, precies. Precies. Ja, dat herken ik wel, want dat heb ik in de NLP en in de Master NLP ook gehad. En dan krijg je de standaard scripts van Dave Ellman of Milton Erickson. Ja. Ja. En die zijn dan echt opgebouwd ja. met een aantal standaard suggesties, zeg maar. En het voordeel daarvan is natuurlijk, dat is veel makkelijker te leren. Ja. Het nadeel daarvan is dat ze gewoon niet even goed bij iedereen werken en bij sommige mensen gewoon helemaal niet. Nee. En het gebruik maken van mensen hun natuurlijke trance, dat werkt bij iedereen. Ja. Je kijkt gewoon, hoe ga jij in trance? Precies. Hoe doe je dit al? En hoe kan ik als hypnotherapeut dat juist stimuleren of versterken? Ja, en dat is een uitdaging om dat dan op de goede manier te doen. Ja, dat is de uitdaging en de kunst van dit hele vakgebied. Ja, ja. En dat is ook wat ik in mijn trainingen mensen bijbreng, van hoe kun je die vorm van hypnose leren en die toepassen bij jouw cliënten of patiënten of hoe je ze ook noemt, mensen waar je mee werkt. Ja, want je hoort mensen dan wel eens zeggen van dat is manipulatief, hè? Je bent aan het manipuleren en je bent aan het sturen, bij wijze van spreken. Ja, die term hoor ik vaak. Ja, ja. Ja, ja, ja. Hoe denk jij daarover? Wat is jouw mening daarover? Nou ja, ik ben zeker aan het beïnvloeden. Dat is absoluut waar. Mijn invloed is ook best groot. Alleen het verschil met manipulatie is als je iemand manipuleert, dat is dwingend. Ja. En meestal betekent dat ook, ik wil dat die ander doet wat ik wil. Ja, precies. Los van jouw behoefte of wens of idee of manier van denken. Dus er wordt niet naar jou gekeken eigenlijk. Er wordt niet echt naar jou gekeken. Nee. En dat is iets wat ook in therapie en coaching, dat is een valkuil die best wel makkelijk op kan treden. Ja. Als je jezelf heel strak aan een bepaald protocol of script houdt, is een soort risico dat je ander iets oplegt wat eigenlijk niet past bij die ander. Ja. Of wat die ander eigenlijk niet wil. Dat is eigenlijk met die standaard scripts waar jij het over hebt. Ja, dat is het risico daarvan. Ja. Als het werkt is het prima. Maar als het kan een vorm van manipulatie worden als het niet gewoon niet past bij die ander. Ja. En de vorm van beïnvloeding die ik toepas is indirect. Ik geef mensen ook hele vage suggesties, opzettelijk. Ja. Die ze zelf kunnen invullen. Ja, precies. Die ze zelf kunnen waarmaken. Hun eigen verhaal maken. Hun eigen verhaal, ja. Ze maken daar helemaal hun eigen verhaal van. Creëren hun eigen oplossing. Waarvan ik achteraf vaak denk, die had ik niet kunnen bedenken. Nee, of dan zeggen mensen van, goh, er is daarna ontzettend veel gebeurd met de suggesties die jij hebt gegeven. Ja. En dan denk jij, oh,
ik wist niet dat ik dat gezegd had. Nee, precies. En die, vaak heb ik die ook helemaal niet gezegd. Nee. Althans niet concreet. Niet meer dat je het weet eigenlijk, ja. Ja, ja. Ja. Ik heb wel iets gezegd, maar mensen hebben dat zelf concreet en specifiek gemaakt. Hebben dat vertaald naar hun eigen beelden en gevoelens en acties en reacties. Ja. En denken soms dat ik dat gezegd heb. Ja. Terwijl ik alleen maar een impuls gegeven heb. Ja. Een hint in een bepaalde richting. En dat is ook wat mij heel erg aangesproken heeft. En waardoor ik dan ook die jaaropleiding bij jou weg ga doen. Hè? De Ericksoniaanse hypnotherapie. Omdat vanuit de NLP en de Master NLP had ik dat natuurlijk al meegekregen. Daar zit ook dat stukje hypnose zit daarin. Ja. Maar met de standaard script waar we het net over hadden. Ja. En de kracht vind ik van deze opleiding is dat daar... Ja, daar zit gewoon echt... Hoe kan je nog meer... Want NLP gaat er al vanuit. Respecteer het beeld, wereldbeeld zeker, van de zeker. Ander. Ja. Dus die facetten zie ik bij jou ook in alles terugkomen. Dat is ook logisch, want NLP is voor een deel afgeleid van Milton Erickson's werk. Ja. Dus dat is ook begrijpelijk en logisch dat je het daarin terugvindt. Ja. Alleen het risico daarvan is dat het geworden is tot standaard scripts die mensen standaard toepassen. Ja. Ja. En daarmee is het stukje utilisatie, gebruik maken van wat de cliënt eigenlijk jou aanbiedt, is verloren gegaan. Ja. En dat is jammer. Ja. Als je nou denkt aan wat je tot nu toe allemaal hebt bereikt en wat je hebt voor elkaar hebt gekregen en ook met de trainingen. En wat is dan wat jij de wereld graag zou willen meegeven? Nou, een belangrijke boodschap is denk ik wat veel mensen niet weten, beseffen of geloven, is dat je de hulpbronnen en de oplossingen voor waar je ook mee kampt, zelf in huis hebt. Ja. Zij het vaak onbewust. Anders gezegd, jouw onbewuste heeft de oplossing voor al je problemen in huis. Ja, dat klinkt heel simpel eigenlijk. Ja, dat zou je zeggen. Ja. Ja. zou je zeggen, de deur van het onbewuste openmaken en precies. Ze komen naar boven borrelen. Ja. Laat me binnenkomen. Ja, precies. Zo simpel is het niet, want mensen weten dat niet of geloven dat niet en oefenen veel controle uit met hun bewuste ratio en onderdrukken daarmee eigenlijk onbewuste oplossingen. Ja. En dat is het probleem waar veel mensen als het gaat om emotionele, sociale, psychologische problemen mee kampen. Als het gaat om technische, praktische problemen is onze bewuste ratio natuurlijk heel slim. Ja. Daar kun je heel veel mee. Nou ja, ik hoor mensen heel vaak zeggen, ik heb erover nagedacht. Ja. Dus dan zal het wel goed zijn. Ja, ja, precies. Terwijl er misschien, in wat jij nu net aanhaalt, onbewust al heel veel andere dingen hebben plaatsgevonden. Waardoor ja, ze niet het resultaat bereiken wat ze eigenlijk zouden willen. Nee, precies. Mensen nadenken is een manier om een probleem op te lossen. En als het een technisch probleem is, dan helpt dat meestal wel. Ja, precies. Maar als het een emotioneel probleem of een sociaal probleem of een psychologisch trauma's, ja, precies. Trauma's, angsten, depressies. Daar kun je heel veel over nadenken, maar vaak helpt dat niet. Of sterker nog, het werkt averechts. Ja. Daarmee oefen je meer controle uit. Ja. Dus mijn boodschap aan de wereld is, je onbewuste geest heeft de oplossing voor al je problemen in zich. De kunst is om daarbij te komen. Ja. En hypnotherapie is een manier om dat te doen. Nou ja, en vooral ook die Ericksoniaanse hypnotherapie, die vind ik echt een... als ik uit ervaring spreek, vind ik dat echt een hele fijne manier. Omdat, wat we daarnet ook deden, zeg maar, in een gesprek met elkaar, ben je dingen aan het bespreken. Eigenlijk om een gewone, wat jij zei al, conversationele manier. Ja. En je hebt eigenlijk niet eens in de gaten dat er allerlei dingen worden aangeraakt. Nee, het lijkt een gewoon gesprek te zijn. Precies. Maar dat is het niet, want dat zit vol met indirecte suggesties. Ja. Waardoor jij, in dit geval jij, uiteindelijk je eigen antwoorden en oplossingen vindt. Ja. En min of meer vanzelf gaan vertalen naar het dagelijks leven. Ja, precies. En hoe snel begint dat al als jij een afspraak maakt met een nieuwe cliënt? Waar begint dat al? Heel snel. Ja. Ja. Nou ja, dat is een goede vraag, want ook als de eerste sessie is in principe een intake. Ja. Waarin ik een heleboel vragen stel om de cliënt te leren kennen. En de aard van het probleem en het doel en de achtergrond van het probleem te leren kennen. En tegelijkertijd strooi ik een heleboel indirecte suggesties tijdens de intake. Ja. Die de cliënt niet doorheeft, nee. Maar die wel gebeuren. En incidenteel betekent dat de cliënt
na de intake niet terugkomt, omdat de suggesties hun werk hebben gedaan. Stel dat, hè? Ja, dus ja, ja precies. Ja. 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 Nou ja, bijvoorbeeld die stel dat techniek. Stel dat wij aan de slag gaan en stel hypnose gaat jou werkelijk helpen. Hypnose gaat jou werkelijk helpen om dit, wat wij vandaag besproken hebben, op te lossen. Helemaal op te lossen. Ja. Wat zou dat voor je betekenen? Ja. Dan geeft de cliënt op bewust niveau antwoord op die vraag. Ja. Maar onbewust werken die suggesties al door. Ja. En ik vond het ook mooi wat jij schreef. Jij, ja, je hebt een prachtig boek geschreven ook daarover. Ja. De schatkamer van het onbewuste. Ja, dank je. Dat heb ik dan ook gelezen. En ja, ik was echt onder de indruk. Omdat de zinnetjes en de taal en de woorden die daarin gebruikt worden. Of die jij normaal gesproken standaard altijd gebruikt. Ja, hè, maar ja, ja. Die in dat boek beschreven worden. Ja, die werken ook gewoon in de praktijk. Ja, precies. Het is precies wat iemand nodig heeft. Ja. Ja, om in beweging te komen. Ja, en ja, in het ergste geval, inderdaad, wat jij zegt, is het na de intake eigenlijk al zo in beweging gezet. Ja. Dat het probleem is opgelost. Zakelijk gezien in het ergste geval. Ja, ja, zakelijk. Ja, het is niet voor de cliënt natuurlijk het beste wat kan gebeuren. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk. Natuurlijk, en voor mij uiteindelijk ook. Want hoe sneller ik mensen kan helpen, hoe beter natuurlijk voor de mensen zelf, maar ook voor mij. Precies, ja. Dat maakt mijn werk, geeft mij meer voldoening en dankbaarheid. En zakelijk gezien ook, want daardoor komen er alleen maar meer mensen. Dat is ook zo. Hè? Dus het gaat niet om het verdienmodel aan zich in die directe situatie, maar meer precies. Op hoeveel mensen kan ik eigenlijk bereiken. Hoeveel mensen kan ik bereiken? Dat is jou uiteindelijk, wat je daarnet al zei. Dat is jou. Het doet me denken aan een beginnend collega die ooit aan mij vroeg, Jos, hoe kunnen wij doen aan klantenbinding? Ik zei, dat is heel simpel. Helemaal niet. Ja, precies. Ja. Het doel is helemaal niet dat de klant terugkomt. Nee, uiteindelijk moet hij het gevoel hebben dat hij en A, het zelf heeft opgelost, en B, dat hij jou dus niet meer nodig heeft. Ja, precies. Dus het grootste compliment eigenlijk als iemand tegen jou zegt. Het grootste compliment. Ja. Als mensen het gevoel hebben, ik heb het zelf gedaan, dat is het grootste compliment wat ik kan krijgen. Ja, precies. Ja. Als mensen zeggen, ik hoop jou nooit meer te zien, dat is een heel groot compliment. Ja. Soms zeggen mensen dat grappend tegen mij. Ja. Ik hoop jou nooit meer te zien. Dat, tenminste, dat hoop je dat grappend is. Ja, precies. Nee, maar dat begrijp ik heel goed. Ja. Waar ben jij nou trots op, Jos, als je zo terugkijkt op jouw leven? Ja, die vraag die heb ik ook al even laten doordringen. Ik ben ruim bijna 25 jaar geleden ben ik gestopt met een goede baan die ik toen had. Oké. Wat deed je toen, als ik vragen mag? Ik zat in de IT en ik werkte in een bedrijf en ik had een goed salaris en carrièreperspectieven en het zag er allemaal goed uit. Ja. En toen was er een bepaald punt waarop ik naar Amerika zou gaan voor een nieuwe baan. En toen dacht ik van, ik moet nu een keuze maken, want als ik dit nu ga doen, dan blijf ik dit doen. Ja. En toen was, wat ik eerder al zei, het zaadje wat geplant was, want ik wil hypnotherapeut worden, dat was toen al behoorlijk stuk gegroeid. Ja. En toen ben ik gestopt, ik heb het niet gedaan en ik ben in het diepe gesprongen en ben een opleiding hypnotherapie gaan doen. Allerlei andere trainingen en opleidingen, heel veel geleerd in een paar jaar tijd. Hele avontuurlijke tijd ook, heel mooi. Maar toen nog helemaal niet wetende of dat ooit zou lukken. Nee. Ik had de optie, ik ga terug naar mijn oude baan, gewoon nog een tijd lang opengehouden. Ja. Voor het geval dat niks zou worden. Ja. Ik denk van dat is een leuk idee, een leuk avontuur. Maar escape plan heb ik dan nog. Ja, ik had een escape plan. En ik ben er trots op dat gelukt is. En dat ik verder ben gekomen dan ik toen had durven dromen. Ja. Ja, dat is wel zo. Als ik nu na 20 jaar praktijk en trainingsbureau kijk, ben ik verder gekomen dan ik toen had durven dromen. En is er dan nog in die periode nog iets gebeurd waardoor je nog die extra bevestiging hebt gekregen van dit is echt een goede keuze geweest die ik gemaakt heb? Ja, heel veel. Dat zijn heel veel kleine bevestigingen geweest van cliënten en studenten. Ja. Cliënten die mij te kennen gaven van dit heeft ontzettend geholpen. Ik ben heel blij dat ik jou heb leren kennen of dat ik dit heb gedaan. En deelnemers aan mijn trainingen die zeiden van ik heb ontzettend veel geleerd. Ja. Dit heeft een groot verschil uitgemaakt in mijn beroep of in mijn professionele loopbaan. Mijn rol als coach of als therapeut. Dus dat zijn heel veel bevestigingen geweest. Van het begin af aan tot op de dag van vandaag. Ja. Die mij telkens het signaal hebben gegeven. Ik heb een goede keuze gemaakt toen. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ja. Want een van de vragen was ook van waar
zou jij mee willen stoppen? Wat zou je, wat, als je daaraan denkt, het mag natuurlijk ook iets zijn uit het verleden. Is er daarin iets, nog wel eens iets bij je gebeurd waarvan je zegt, nou... Nou, er kwam gelijk wel iets in me op toen ik, toen ik die vraag las. mijn valkuil is dat ik gewoon alles tegelijk wil doen. Ja. Ik wil heel veel doen. Ja. Eigen praktijk, trainingen geven, boeken schrijven. Ja. Dat zijn eigenlijk drie kanalen die ik bewandel. Mm-hmm. En dat is eigenlijk altijd te veel. En dat is mijn valkuil en daar wil ik wel mee stoppen. Ja, dat je daarin wat meer balans gaat vinden. Ja, dat ik meer balans en wat meer rust ga vinden. En af en toe denk van, oh, het is wel goed. Ja. Nou. Ja. Als je denkt aan deze podcast, hè, die best wel goed loopt zo tot nu toe, hè, qua indeling. Wat heeft er nou voor gezorgd dat je ja zei tegen het maken van deze podcast? Ja, twee dingen eigenlijk. Ik vind het leuk om geïnterviewd te worden. Ja. Want ik weet uit ervaring dat is altijd een mooie gelegenheid voor ook even een terugblik en een reflectie op mijzelf en mijn werk. Waar ik in het dagelijks leven meestal niet aan toe kom. Of ook iemand anders voor nodig heb die een goede vraag stelt. Dus daardoor zeg ik heel makkelijk en snel ja. Ja. En eerlijk gezegd, de andere kant is natuurlijk ook de zakelijke kant. Als mensen dit gaan horen, en dat hoop ik natuurlijk dat mensen dit horen. Ja. Dat ook de boodschap verspreid wordt. Ja. Van iets wat mij heel na aan het hart ligt. Ja. Ericksoniaanse hypnotherapie. Ja. De sessies en de trainingen die ik daarin geef. Ja. Nou ja, dat is ook echt iets, want ik zei ook al tegen jou, hij komt op diverse kanalen, komt hij dan uiteindelijk te staan. Ja. Waaronder ook Spotify en Apple Podcast en ook Google Podcast komt hij te staan. Dus het is, en het is uiteindelijk ook een podcast die je zelf ook mag gebruiken in je reclame. En ik was in ieder geval heel erg enthousiast toen ik me aansloot met bij de jaaropleiding Ericksoniaanse hypnotherapie. Ik heb er best wel lang over gedaan om de keuze te maken. Mm-hmm. Ja. Omdat ik ook gewoon wel het een en ander voor mezelf overweeg. Van, is dit echt wat ik, wat ik wil? Kan ik dit gebruiken? Ja. En toen ik onder andere jouw e-book had gedownload, want dat had ik dan wel al eerder gedaan, zag ik daar zoveel dingen in terugkomen waarvan ik dacht, wauw, dit is echt, als je dit goed onder de knie gaat krijgen, dan heb je goud in handen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, dankjewel. Dat is mooi verwoord. Ja. Ja, absoluut. En als je denkt aan de vraag, wat gaat er al goed? Wat doet dat met jou, die vraag? Ja, wat gaat er goed is dat ik dagelijks, en daar sta ik vaak niet bij stil, omdat het vanzelfsprekend ook is geworden, is een bijdrage kan leveren aan het succes of het geluk of het welbevinden van andere mensen. Ja. En dat is een heel dankbaar beroep. Ja. En dat ook door mag geven aan collega's. Op een gegeven moment ontstond die behoefte ook echt wel. Ik wil dat niet alleen maar doen, maar ik wil het ook doorgeven aan andere mensen. En dat is iets waar ik met heel veel voldoening naar kijk. En dat ervaar als ik denk van, oh ja, dit mag ik al zoveel jaren doen. Ja. Elke dag opnieuw. Ja. Want het is een fantastisch vak. Het boek wat je hebt geschreven, hè, De Schatkamer van het Onbewuste. Ja. We kunnen het niet vaak genoeg noemen, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Ja. Daarin zeg je in je voorwoord dat die in eerste instantie is geschreven voor therapeuten en coaches. Ja. Maar is dat het enige waar die voor geschreven is? Of zeg je van... Nou ja, weet je, dat is de doelgroep die ik voor ogen heb. Ja. En de meeste mensen die het lezen en die mijn trainingen volgen, die zijn ook coach en therapeut. Ja. Tegelijkertijd hoor ik van steeds meer mensen die helemaal geen coach en therapeut zijn en die het ook lezen en die er veel aan hebben. Ja. En dat snap ik ook wel, want het gaat in ruimere zin gaat het over communicatie. Ja. Dus eigenlijk iedereen die in een communicatief beroep heeft, die contact heeft met mensen, die heeft baat bij de kunst van indirecte suggestie. Ja, precies. En dat is iets wat uitgebreid beschreven staat in het boek... Dat is wat mij ook al opviel. Ook als je HR-medewerker bent of je moet regelmatig presentaties geven. Of je moet veelvuldig als leidinggevende misschien wel communiceren met je personeel. Ja, ja, ja. Dan is het natuurlijk heel fijn als je op een positieve manier, hè, dus het moet altijd
positief worden ingezet. Ja, ja, dat, om, ja. Als je op een positieve en indirecte manier ook kunt communiceren met mensen. Precies. En daardoor een ander of meer invloed kunt uitoefenen dan dat je met normale, tussen aanhalingstekens, communicatie kunt doen. Ja, ja. En ik hoor het ook van kunstenaars, soms wel muzici of andere vormen van kunstenaars, die zeggen van, oh ja, dat is fantastisch in mijn beroep. Die zijn natuurlijk met beïnvloeding van mensen bezig, met een ander doel. Ja. Met het vermaken van mensen, of het inspireren van mensen, of het raken van mensen. Maar die dat ook heel goed kunnen gebruiken. Dus eigenlijk kun je zeggen, ja, in de ruimste zin van het woord, iedereen die contact heeft met mensen, die invloed uitoefent op mensen, kan dit heel waardevol zijn. Ja, en ik vind het ook een goede manier om één bepaalde doelgroep aan te schrijven, omdat je dan in ieder geval een soort van focus hebt. Ja, zeker, zeker. En dat betekent niet dat het niet gewoon helemaal ook uit kan waaieren naar iedereen die daar belangstelling voor heeft. Ja. Nou ja, dat is ook wel mijn droom, dat dit verder uitwaaiert. Ja. En dat steeds meer mensen hier lucht van krijgen. Zeg maar. Ja, precies, ja. We hadden het er net ook al een klein beetje over. Je tipte het toen ook al een klein beetje aan. Want wat gun jij nou mensen die nog onbekend zijn met hypnose? Nou ja, twee dingen eigenlijk. Mensen voor zichzelf die ergens mee kampen, die ergens last van hebben. En soms al heel lang last van hebben. Ik krijg heel vaak cliënten die soms al jaren of decennia ergens mee rondlopen. Om die mogelijkheid te grijpen om de oplossing, de uiteindelijke oplossing voor je problemen in je eigen onbewuste te vinden. Ja. Met hulp van een hypnotherapeut. Dat is het ene. En voor wat betreft mijn trainingen, en dat krijg ik ontzettend vaak van jou, maar ook van andere deelnemers terug. Van dit is een heel andere manier van communiceren. Ja. Van contact maken met mensen. Ja. Met heel andere mogelijkheden en een heel andere invloed. Ja. Die niet manipulatief is, want dat is het eigenlijk helemaal niet. Nee, dat is het juist niet eigenlijk. Ja, en de vraag is, wat moet je verstaan onder manipulatie? Want eigenlijk zodra je begint te communiceren met elkaar, ben je al aan het manipuleren. Nou ja, je hebt in ieder geval invloed. Precies. Je hebt sowieso, je kunt niet communiceren. Je kunt niet geen invloed uitoefenen op andere mensen. Nee. De vraag is alleen met welke intentie. Precies. En op welke manier laat ik jou volledig in je waarde. Ja. En ga jij je waarde en je kracht nog meer voelen in de communicatie met mij? Of krijg je het gevoel, ik moet nu doen wat jij zegt? Ja. En dat is een heel groot verschil. En dat vind ik ook heel mooi van de training, want daar wordt ook heel erg de nadruk gelegd op de intentie die je hebt om te doen wat je doet, eigenlijk, zeg maar. Hypnotisch taalgebruik is een techniek natuurlijk. Ja. Het is een heel scala aan technieken. Maar net zo belangrijk is de intentie waarmee je communiceert. En de waarneming van de ander. Daarom besteed ik ook zoveel aandacht aan observatie. Ja, precies. Ja, en dat begint eigenlijk al als iemand hier binnenkomt. Hè? Ja, dat schreef je ook in je boek. Hè? Ja. Zodra iemand hier binnenkomt, begin ik met observeren van lichaamstaal. Ja. Als uiting van onbewuste processen. Ja. Ik wil die ander zien. Ik vond het ook heel mooi dat je begint eigenlijk ook al met transinduceren door bewegingen en door gebaren te maken. Ja. Ja, als iemand in staat is om de trap op te lopen, hoe doe je dat dan? Oh ja precies. Wij zitten nu op de eerste verdieping van het gebouw waar ik werk. Ja, precies. En ik heb als een voorbeeld gegeven. Soms zeg ik terloops, als we beneden aan de trap staan met een nieuwe cliënt, zeg ik, we gaan één verdieping naar boven en dan wijs ik naar boven. Ja, dat doe je nu ook, hè? Ja, mensen zien dat niet, want ze zien de podcast. En het woord verdieping, dat is alvast een zaadje voor een mogelijke latere trance. Ja. En of voor een mogelijke latere armlevitatie. Precies. We gaan één verdieping naar boven. Ja. Ja. Soms allebei. Ja. Dus eigenlijk, ik begin eigenlijk meteen. Ja. Met indirecte suggesties en met het strooien van zaadjes voor latere hypnotische suggesties of latere stappen van heling of verandering. Juist, ja, precies. Ja. En die handlevitatie, je noemt hem net al eventjes, kun je daar nog iets meer over vertellen aan de luisteraar? Of is dat, dat ervaren als ze hier komen gewoon? Ja, dat vooral dat eigenlijk. Zo vooral. Ik kan er veel over uitleggen, maar precies. Ja. Nou ja, het is een van de beroemde trans-inductiemethodes, zoals je dat heet, van Milton Erickson. Ja, precies. Waarin je suggereert dat een arm, de linker of de rechter, automatisch naar boven gaat.
En als dat gebeurt, dat is heel indrukwekkend voor mensen, vaak, ja. Dat er iets dat hun arm beweegt zonder dat ze dat zelf doen. Precies. Want dat is een soort bewijs van er is dus iets in mij wat mijn arm laat bewegen. En dat iets is je onbewuste. Precies, ja. En dus dat is voor mensen vaak een indrukwekkend bewijs van, oh, ik kan dus in hypnose gaan, ik kan in trance raken en mijn onbewuste kan iets laten gebeuren. Ja. En dat is geen doel op zich om een armlevitatie te doen, maar het is een soort voorloper van, oh, mijn onbewuste kan iets in beweging brengen, kan iets laten gebeuren. Ja. Kan iets doen wat ik bewust niet kan. Ja. Ja, en zo heb ik dat dan ook weer met jou ervaren in de sessies tijdens de training. Dat ik een keer mocht meedoen met jou met focussen. Ja. Hè? Dus focussen op een hobby. Ja, die je dan leuk vindt. Ja, ja. En dan daar helemaal in opgaan. Ja. En dan merk je ook dat alles eigenlijk om je heen wordt afgesloten. Ja, ja, precies. Omdat je helemaal in die focus zit. Ja, je zit helemaal in die focus. Je gaat op in die ervaring. En in dat geval is dat een hobby die je eigenlijk al kent. En die, een vorm van trance die je al kent. Ja. En die je laat overgaan in een hypnotische trance. Dus dat is een van die vele waar we het straks over hadden, een van die voorbeelden. Ja. Van hoe je een dagelijkse trance kunt gebruiken, kunt utiliseren. Ja. Om hypnotische trance teweeg te brengen. En ik wist niet op dat moment dat eigenlijk natuurlijk daarvoor al tig keer gebeurd was. Alleen dan zonder de positieve suggesties die er dan bij kwamen. Want ik had in die hobby natuurlijk al regelmatig dingen uitgevoerd. Ja, natuurlijk. Die, waarvan ik dacht, oh, we zijn alweer 2 uur verder. Ja, precies. En niet wetende dat je daar gewoon dus echt inderdaad helemaal in op was gegaan. Ja, ja, precies. Dat is ook een transverschijnsel van de tijd uit het oog verliezen. Tijdsvervorming, noemen we dat. Precies, ja. Of de omgeving die verdwijnt. Het zijn allemaal transverschijnselen die iemand kan ervaren, die ik kan waarnemen. En bevestigen en verdiepen om iemand, uiteindelijk allemaal om iemand in contact met zijn onbewuste te brengen. Ja. Ja, ja, en echt hele mooie oefeningen die we dan ook doen in die training, waardoor je echt het in je vingers gaat krijgen om erop te letten. En net als vanavond hebben we dan ook weer een supervisie met elkaar. Ja. Dus dat is ook een heel mooi onderdeel die er dan bij hoort, waardoor dan weer een paar dingetjes extra erbij verteld worden. En ga dat eens proberen de komende periode weer te gebruiken. En dan merk ik eigenlijk dat er heel veel facetten en aspecten zijn van hypnose, hypnotherapie, hypnotisch taalgebruik. Ja. Die je allemaal in de vingers kunt krijgen en die allemaal een verrijking zijn van je manier van communiceren. Ja. Of dat nu is als coach of therapeut of een heel andere rol. Ja, in principe is het eigenlijk voor iedereen die zijn communicatie wil optimaliseren, zou dat een idee zijn. Zeker, absoluut. Met name dat boek, dat vind ik ook echt een verrijking, om het zo maar te zeggen. Ja, omdat ook gewoon alle details helemaal uitgelegd worden. Het was een hele klus. Maar ja, dat geloof ik, dat geloof ik. Nou ja, vooral ook omdat je daar, je behandelt daar natuurlijk ook hypnotische suggesties en tekstgebruik in. En dat is best wel, dat is best wel detailistisch om dat helemaal uit te werken. Ja, 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 ja. En aan de andere kant verbaast het me dan ook weer niet als je uit de IT komt, dat je daar dan ook wel best wel goed in zou kunnen zijn. Ja, dat heeft wel geholpen, denk ik. Ja. Ja, ja, ja. Dat je dan toch wat, ik kom oorspronkelijk, ik heb oorspronkelijk heel iets anders gestudeerd. Ja. Ik heb moleculaire wetenschap gestudeerd in Wageningen. Oh, oké. En dus het analytische, dat zat heel erg in me. En ik heb natuurlijk een hele grote switch gemaakt naar het meer communicatieve, sociale, het juist niet exacte. Nee, maar wel het analytische. Wat het analytische heb ik nog steeds wel in me. En dat heeft ontzettend geholpen bij het schrijven van het boek. Ja. Om eigenlijk mijn eigen werkwijze te analyseren. En ja, precies. Dat is natuurlijk ook echt wel een stuk geweest van zelfreflectie die je daar hebt mogen doen. Wat weet ik er eigenlijk allemaal van? Ja. Ja, en hoe doe ik dit eigenlijk? Hoe doe ik dit al jaren met succes? Absoluut, ja. Ja, ja, ja. Wat zouden mensen nog over jou moeten weten? Dat is een goede vraag. Wat we nog niet besproken hebben. We hebben een heleboel al besproken natuurlijk. Het zou zomaar kunnen zijn dat er toch nog iets is. Maar het kan ook zijn dat je zegt, nee, dit is... Ik denk dat we het belangrijkste wel gehad hebben. Mijn intentie voor de komende jaren, zeg maar voor de komende 10 jaar... 10, 15 jaar is om dit te verspreiden.
dit werk te verspreiden en al mijn ervaringen en kennis die ik heb opgedaan in de afgelopen 25 jaar, om die te delen met mensen. En dat is eigenlijk hetgene waar ik het meest naar uitkijk de komende tijd. Ja. En ik hoop heel veel mensen daarin te kunnen ontmoeten, raken, inspireren. Dat is jouw grootste wens eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Jouw grootste wens is om daar zoveel mogelijk mensen mee te bereiken. Ja, precies. En het nog meer uit te werken, waardoor het echt, waardoor mensen gaan doorkrijgen van dit, hier heb ik wat aan. Hier heb ik wat aan, Ik hoor die boodschap van ik heb goud in handen gekregen op allerlei manieren terug van mensen. Ja. En het is een beetje tegenstrijdig natuurlijk, want je weet dat pas als je het gedaan hebt. En het aanbod aan trainingen is gigantisch. Dat is echt... En tegelijkertijd is dit mijn droom en mijn wens. Ja. Nou ja, en aan de andere kant heb ik toch ook weer niet... ben ik iets tegengekomen wat hierop lijkt. Nee, precies. Dus je hebt wel weer iets unieks ook in handen. Ja, ja, precies. Dat denk ik ook. Ja, ja. Dat is dat goud misschien dan. Ja, ja. Ja. Ja, precies. Nou denk ik dat ik je daar misschien wel een beetje mee overval. Maar zou je de luisteraar een klein stukje kunnen geven van hypnotisch taalgebruik? Zoals je dat zou kunnen doen bij een cliënt. Waar ze misschien in eerste instantie naar aanleiding van het luisteren van deze podcast wat aan zouden kunnen hebben. Ja, nou ja, stel jij bent mijn cliënt. Jij bent ook mijn cliënt, maar stel jij bent nu mijn cliënt. Dan zou ik naar jou kijken, zoals ik dat nu doe. En ik kijk naar jouw lichaamstaal. En ik bevestig al jouw lichaamstaal door te zeggen juist en oké en ja, zodra ik iets zie. Ja. En dat is voor jouw onbewuste een teken dat ik jou zie. Dat ik jouw lichaamstaal zie. En dan kan ik met indirecte suggesties... met vage, indirecte suggesties, kan ik jou onbewust uitnodigen om iets te laten gebeuren. En ik ben benieuwd wat er zo meteen gebeurt, terwijl je hier zit. Terwijl je luistert naar de klank van mijn stem, terwijl je mij aankijkt, terwijl je ogen beginnen te knipperen en je nog niet hoeft te weten waar dit precies over gaat. Maar dat je nu hier kunt zijn, naar mij kunt kijken en kunt ervaren wat er dan min of meer vanzelf gebeurt. Onwillekeurig. Waardoor dat probleem waarmee je binnenkwam kan worden onderzocht op onbewust niveau. Juist omdat je onbewuste geest daar meer over weet dan jij. Met je bewuste ratio. En je hoeft niet meteen in een toestand van trance te raken terwijl je naar mij kijkt. Daar kun je rustig je tijd voor nemen terwijl je ogen knipperen. Juist. Ja, de luisteraar ziet het nu niet, maar mijn ogen, ik moest echt moeite doen om ze open te houden. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dit zou naast een stukje uitleg wat ik in het begin ook gaf, een begin kunnen zijn van een trance-inductie. Ja, geweldig. Gewoon gebaseerd op observatie. Ja. Waarmee we dan stapsgewijs het probleem waarmee jij binnenkwam, wat dat ook dan is bij die cliënt. Ja. Jouw doel, jouw thema, noem maar op. Ja. Aan je onbewuste gaan voorleggen. Geweldig. En gaan ontdekken wat er dan gebeurt. Ja. Nou, heel veel gebeurde daar. Alleen dat ziet de luisteraar niet natuurlijk. Nee. Nee, precies. Ja, maar geweldig, Jos. Ja. Is er nog iets wat jij nog zou willen delen? Ik denk dat we het belangrijkste wel hebben. We hebben al heel veel besproken. Ja, we hebben heel veel aangetikt, om het zo maar te zeggen. Ja. En het is heel belangrijk. Je hebt je eigen bedrijf, dat heet Mindspring, hè? Ja, Mindspring. Mindspringtraining.nl, dat is de website. Oké, en daarop kunnen mensen ook eventueel... zich aanmelden om een training bij jou te gaan volgen. Ja, daar staat alle informatie over mijn trainingen, mindspringtraining.nl. Wat ik nog zou willen zeggen, als iemand er iets meer over wil weten en even wat, dat gebeurt nog wel eens, dat mensen me even bellen van is dit iets voor mij, dat ik graag even willen bespreken. Ja. En dat kan ten alle tijden. Oké.
Dus dat je even een e-mailtje stuurt. E-mail sturen van, goh, kunnen we even contact hebben? Kunnen we even contact hebben? Kunnen we even bellen of zoomen? Ja, dan doet degene die dat stuurt even zijn telefoonnummer erbij. Ja, precies. Dat jij je ook wat meer makkelijker kan terugbellen, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus soms helpt dat om even na te gaan van, is dit werkelijk iets voor mij? Ja. Of toch niet? Dat kan natuurlijk ook. Ja, nou ja, en ook als je nu zit te luisteren naar deze podcast. Ook kun je mij uiteindelijk contacten. En Jos kun je natuurlijk contacten en mij kunnen contacten als je wat wil weten of het inderdaad gewerkt heeft voor mij. Ja, precies. Dus dan kan ik uit eigen ervaring spreken. Ja, precies. Ja, ja, maar goed, ik zei het al een aantal keren, we hebben echt wel mooie dingen aangetikt en mooie dingen behandeld. Ja. En ik zou echt iedereen uit willen nodigen om in ieder geval ook dat boek te lezen. Mm. De schatkamer van het onbewuste. Juist. Ja. Geschreven door Jos van Bokstel. Yes. Is dat het enige boek wat je geschreven hebt? Of is het... Ik heb nog een boek geschreven over een voorbeeld van mij. Een Engelse collega, Stephen Brooks. Oh ja. Dat is in het Engels. Dat staat ook op bol.com en Amazon. Dus als je mijn naam intypt op bol.com, dan zie je dat ook. Oké. Okay. En ik ben bezig om nog een korte versie van de Schatkamer van het Onbewuste te schrijven. Oh, oké. Okay. Een soort instapversie, zeg maar. Oh ja. Dus die komt eind van het jaar waarschijnlijk uit. Oké. Okay. Dat is ook leuk om te weten in ieder geval. Ja, precies. Als mensen even een inkijkje willen nemen van is dit iets voor mij, wat is dit eigenlijk? Dan kun je daarmee beginnen. Is die misschien wat laagdrempeliger? Wat laagdrempeliger, ja, precies. Ja, ja. Want als je echt het echte werk wil, dan moet je natuurlijk gewoon... Dan moet je dat boek lezen, precies. En de jaaropleiding beginnen. Ja, precies. Ja, ja, want je had ook de mogelijkheid om losse modules te volgen. Hè? Dus het kan ook zijn dat je daarin... Nou, ik heb een masterclass, een eendaagse. Oh. Dus dat is een goede kennismaking voor mensen eigenlijk. Die zeggen van, ik weet eigenlijk niet of dit iets voor mij is. Dat is een training van één dag, waarin je een soort crashcursus krijgt van hypnotisch taalgebruik. Oké. Okay. Voor sommige mensen is dat even een kennismaking van, is dit iets voor mij of toch niet? Ja. En voor andere mensen is dit gewoon, die willen gewoon een pakketje hebben wat ze gewoon in dagelijks werk gaan toepassen en dat is genoeg. Ja. Dus dat is een optie om het mij en het vakgebied te leren kennen. Ja. Als je zegt van, nou, die drempel voor een 8-daagse opleiding, dat is mij iets te hoog. Dat weet ik nog niet zo net. Dan is dat een goede manier om even kennis te maken. Ja, super. Een nog kortere manier is het webinar, wat ik elke maand of twee maanden geef. Oh ja. Is een gratis webinar van een uur ongeveer. Staat ook op de website. Dat is even een hele korte manier om een indruk te krijgen, wie ben ik? Ja. Wie is Jos van Bokstel en waar gaat dit überhaupt over? Ja, ja. Ja, en het is ook een idee om je daarop aan te melden. En dan krijg je regelmatig die nieuws. Brieven of die mogelijkheden. En daar heb je ook soms nog hele mooie verhaaltjes in. Ja, precies. Daar schrijf ik allerlei verhalen en ervaringen. Dus ook dat is weer een manier om een indruk te krijgen. Wie ben ik en wat is mijn expertise en mijn vakgebied? Ja. Hartstikke leuk, Jos. Ja. Dank je wel. Zeker. Voor al je informatie. En nogmaals, willen mensen daar informatie over hebben? We hebben het net al genoemd. Dan kunnen ze daar... hun informatie krijgen. Dan kunnen ze naar terecht. Ja. Nou, hartstikke bedankt. En tot gauw in de volgende sessies weer. Ja, zeker. Tot gauw. Tot gauw. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen hebt, laat het dan alsjeblieft weten. Ook als jij bereid bent om jezelf eens goed onder de loep te nemen en te kijken waar hinderlijke patronen wellicht vandaan komen, dan zou ik je daar graag bij ondersteunen. Als je zou besluiten om dat te doen, kun je contact opnemen via www.pvbcoaching.nl of info@pvbcoaching.nl.